wij weer een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en ik ben onderweg naar Bobo. Ik heb daar afgesproken met een Amerikaans meisje die bij mij in de klas zit. Om even lekker wat te gaan drinken en een oestertje te eten. Dus ja, ik heb er eigenlijk wel heel veel zin in. Het is nu echt al wat kouder aan het worden. Ik dacht blote benen kan nog wel. Ik heb er een beetje spijt van, maar we zitten gewoon binnen zo meteen. Dus ja, het moet wel goed komen. Nou, we zitten even lekker oestertjes te eten. Oh my god. Ik ben weer lekker onderweg door de regen. En het was eigenlijk echt super gezellig. Echt een heel leuk meisje, heel veel gedeelde interesses. Dus ja, toch wel gek hoe je eigenlijk in situaties komt waar je toch echt toch wel mensen ontmoet. En ook wel echt meer dan ik had verwacht. En dat je dan soms iemand ontmoet waar het toch gewoon heel leuk mee klikt. En dat je toch gewoon meteen zoiets hebt van, oh ja, dit kan wel een vriendschap worden of wat dan ook. En dat je dan eigenlijk dus iemand ontmoet uit Florida, waarmee je super veel gelijkenissen ook hebt. Ja, eigenlijk echt een hele gezellige avond gehad. Ik liep dus onderweg naar de metro en toen kwam ik voorbij Magnolia Bakery. En ik had opeens zoveel zin in die banana pudding die ik laatst had. Dus ik ben even naar binnen gegaan om banana pudding te halen. Zin in. Ik heb even lekker banana pudding bij Magnolia Bakery gehaald. En toen kreeg ik net een gesprek met een paar mensen op straat over mijn UX. En gewoon zo'n leuk gesprek. En ik weet niet wat het is, maar soms heb je hier echt van die momenten dat je echt denkt, I'm on top of the world. Dat je echt denkt, ik leef gewoon mijn droomleven. En oprecht, ik kan wel janken, van geluk wel. Maar dan denk ik ook, ik wil nooit meer naar huis. Ondanks dat ik echt van Amsterdam hou. Iedereen daar op zit in Nederland. Er is iets aan New York wat je zo'n goede energie geeft. Het is vandaag zondag en ik ben even onderweg naar de H&M. Omdat ik eigenlijk een soort van tussenjas wil. Ik heb laatst wel een winterjas gekocht. Maar het is echt stervenskoud. Dus ik wil eigenlijk nog even een soort van tussenjas. Want een winterjas is ook iets te enthousiast. Maar blijkbaar is er dus hier op de straat waar ik woon op Lexington Avenue. Een soort van evenement of iets. Dus er staan een aantal kraampjes. Alle straten zijn ook afgesloten. Maar geen idee wat het nou eigenlijk is. Dus ik ga eens even kijken. Nou, het zijn dus allemaal eetentjes. En ook wat tentjes met meuk, als ik het zo kan noemen. Maar op zich best wel schattig. Gewoon, wat tassen, wat riemen, wat kleren. Gewoon eigenlijk een soort van klein marktje. Ik heb het nog niet eerder gezien, dus het zal of iets zijn wat in de winter vaker is of misschien een jaarlijks iets. Geen idee. Nou, ik heb een jas weten te vinden en ik ben nu met een zakje pepernoten onderweg naar in de buurt van de West Village, ik geloof Greenwich Village. Daar zit een wijnbarretje en daar gaan we even wat drinken met Sam Quincy en Floor sluit later ook nog aan. Dus ja, wel een leuke planning voor op de zondagavond, denk ik zo. Nou, wij zitten dus lekker bij Amélie. Superleuk tentje. En je hebt dan dus allemaal verschillende wijnen waar je dan $3 voor $13 hebt. Dat je soort van kan proeven. Dus wij gaan voor het eerst orange wine proberen. Heel benieuwd. Ik zit lekker in de taxi onderweg naar huis. Ik moet zeggen, na 9:30 neem ik toch wel echt liever een taxi dan de Subway. Want ik weet niet, ik vind het hele sfeertje daar dan gewoon niet heel chill. Het is inmiddels 10:45. Dus dan denk ik, nou, toch maar liever gewoon veilig thuiskomen dan dat je in een van de rare situatie in de Subway terechtkomt. Dus ik ben lekker serie aan het kijken in de taxi. En dan zo meteen lekker mijn bedje in en mogen weer werken. Wat een super gezellige avond. Leuke tent ook. Dus zeker een aanrader. Het is vandaag maandag en ik ben onderweg naar Rockefeller Center. Ik ga namelijk iets super leuks doen en dat is naar de Tonight Show met Jimmy Fallon, een opname daarvan. Ik ga daarheen met Floor en Carlotta. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn en ook wie de gasten gaat zijn. En ik had dus eigenlijk al kaartjes hiervoor, maar toen was ik ziek, dus toen kon ik niet gaan. Maar gelukkig dus wel nieuwe kaartjes kunnen krijgen. En ik ben ook zo blij dat ik deze jas gisteren heb gekocht, want het regent nu ook weer een beetje en het is gewoon opeens echt zo koud. Dat ik denk, nou, een lekker warm jasje, dat doet wel goed.
Nou, ik ben nu dus bij Rockefeller Center. Het regent echt heel hard. En hier zijn zometeen de opnames. Dus even kijken nu waar ik naar binnen kan. En dan gaan we het zien. Jimmy Fallon klaar. Was prima. We kennen de gasten niet echt een beetje. Freaking Courtney Kardashian. Hoogtepunt was een of andere domme hippo joke van iemand in het publiek. Die totaal niet grappig was en waar we aardige plaats van de schaamte van kregen. But we did see the motherfucking hippos. En het regent zo hard. For a lift home, it's $81. 81? Because it's... No. We zitten weer in ons favoriete vervoermiddel. De yellow cab, waar je kotsmisselijk van wordt. Maar wel lekker onderweg om kreeft te gaan eten. Oh, lekker. Op de maandagavond. Weet je, er zijn slechtere maandagavonden. Zonder regen. Nee, het regent net te hard. Nee. Nou, we gaan even lekker met z'n allen kreeft eten hoor. It's corn! A big loaf nut! Let's do it! Nothing anymore! We hebben taart! Hey. Nothing, nothing. Excited! Oh wow! Oké, okay. I love it! I love it! Het is vandaag dinsdag en ik ben onderweg naar Sam. Die is namelijk bezig met een documentaire. En zij heeft mij gevraagd dat ze mij ook een paar vragen mag stellen en mag filmen voor die documentaire. Dus ik ben onderweg naar haar om haar even daarmee te helpen. En zoals je ziet, het regent het weer lekker. Dus de herfst is nu wel echt begonnen, kan je zeggen, denk ik. Nou, ik zit inmiddels lekker bij Pré-Amanché, even lekker met een koffietje om hier even een beetje werk te doen. En wat dus echt super naar is eigenlijk gewoon, ik was dus net bij Sam om te helpen met haar documentaire en zij heeft mij even kort geïnterviewd over de hele gun policy in Amerika, omdat je hier dus gewoon, nou ja, iedereen kan hier gewoon een wapen kopen en op sommige plekken kan je het zelfs in de supermarkt kopen. Dus ja, het is gewoon best wel eng dat je gewoon kan nadenken van dat misschien hier iemand op straat gewoon nu een wapen bij zich draagt. En toen kreeg net iemand die zij kent op hun telefoon een berichtje. En dat is dit berichtje. En daar staat bij, zeg maar, dat er een dat er geschoten is in een metrostation in Brooklyn. En dat als je in de omgeving bent, staat er, nou ja, run, hide or fight. Het is gewoon zo scary dat je daar zou zijn en dat je zo'n berichtje krijgt en dat je dan niet eens over na moet denken wat je dan doet. Dat je in zo'n situatie zit. Dus dat is wel echt zo bizar om te denken dat mensen hier gewoon wapens hebben en misschien wapens op zak hebben nu. Misschien wel iemand hier om me heen. Dat is echt te bizar. Maar goed, ja, je moet er maar gewoon niet te veel over nadenken, want dan word je helemaal gek. Ik ben dus nog steeds bij Pré-Amanché aan het werk. Maar ik ging even naar het toilet en ik realiseer me dus eigenlijk even nu pas dat ik gewoon helemaal op een teddybeer lijk ofzo. Ik heb dus een bruine jas aan, een bruine kooltrui, een andere kleur bruine broek. Of tenminste, het is zo'n heel pak. En dan mijn UX. Gewoon helemaal lekker in het bruin. Als ik nu niet meer bij het thema herfst pas, weet ik het ook niet meer. Het is vandaag woensdag en ik ben onderweg naar een bibliotheek. Ik heb namelijk een uitje daar naartoe met mijn History of Women magazines klas. En ik ben nu eerst onderweg met de taxi om een studiegenootje op te halen. Want die woont ook in de Upper East Side en die vroeg mij gisteren of ik een taxi wilde delen met haar. Aangezien het echt super hard regent iedere dag. Dus ik ga haar nu ophalen en dan vanuit daar samen met deze taxi naar de bibliotheek. En het is inderdaad echt weer zo slecht weer. Ik heb even gezellig geluncht met die meiden van mijn klas. En ik ben nu weer bij Lincoln Center bij de universiteit. Want ik moet morgen een presentatie geven. Met een klasgenootje, dus ik heb nu even hier met hem afgesproken om die presentatie te maken. En
daar heb ik geen zin in. Het is vandaag donderdag en ik heb net weer les gehad. Het is inmiddels kort voor 4. En ik moest vandaag een presentatie geven. Dus ik ben eigenlijk gisteravond en vanochtend daar weer mee bezig geweest. En ik ben nu met Tom en Mirjam onderweg om even lekker een koffietje te gaan doen. En vanavond gaan we de verjaardag van Sam vieren bij een barretje in de Lower East Side, geloof ik. En dan is het alweer weekend. Dus lekker. Het is ook eindelijk wel weer wat beter weer gelukkig, want het heeft de afgelopen dagen echt alleen maar geregend. En nu voor de komende 10 dagen verspillen ze gewoon weer zon. Dat is ook wel heel veel zin. Het is inmiddels 7 uur en ik ben met cadeautje voor Sam onderweg naar een barretje waar we hebben afgesproken om even wat te gaan drinken. En het is opeens weer gewoon best wel warm, als in ik heb nu gewoon een colbertje aan en blote benen. En het is echt prima te doen. Ik heb wel een beetje spijt dat ik het mijn lux aan heb gedaan en naar een bar gaan. Dus ik hoop maar dat dat goed blijft gaan. Maar ik wil gewoon nooit meer andere schoenen aan. Echt, het zit zo lekker. Ik kan het gewoon niet aan. Passievrucht wat? Passievrucht vodka. For my birthday. Cheers! Cheers! Op jullie allemaal! Op jullie meiden en jongen. Lekker kan sangria. Lekker kan sangria. Soes, wat een mondje. Oh ja, doet dit nog best wel steady. En hier hebben we een show gaande. In de auto en daar een ambulance. Oh nee, een brandweer. Oh, ik was helemaal. Ik deze man. Kijk, hij leidt je op. En David is ook mee. David is naar de kapper geweest. Oh my god, I love it. Oh, moet je ja, de eerste weer gaan uit. Yes! Ik ben zo blij dat ik nog film. Goed? Het is inmiddels 10 uur en ik ben weer bijna thuis. Dus ik loop nu van de metro naar huis. Normaal gesproken ga ik eigenlijk niet na 9:30 met de metro, maar ik kan wel. Het is eigenlijk wel prima te doen nu. En dan moet ik zo nog even mijn vlog editen die vanavond online moet. Dus ja, en dan lekker slapen. Het is vrijdagavond. Ik moest even over nadenken. En wij zijn lekker onderweg naar Floor. Maar eerst drank halen, want dat hebben we nodig om deze avond enigszins door te komen. En dan lekker uit. Dus het is weer weekend. Doen we wat we moeten doen. Top content! Lekker jongen! Dus ja, jullie hebben weer hoogtepunt. We gaan jullie weer meenemen en we gaan weer allemaal gekke dingen doen voor jullie. Weer mijn favoriete hoofdpersoon deze avond bij me. Dus dan is het sowieso leuke content. Nou, we zitten in de metro. We hebben een krabbelbox. Een doosbadje. Krabbelton. Wij zijn lekker onderweg naar de DL. Het is weer vrijdagavond, dus natuurlijk gaan we weer naar de DL. En het is voor de laatste weekend. Dat is niet leuk. No, never. Guggenheim, zei dat? Hij is wel heel lief, deze meneer. Deze meneer ging net even bij het stoplicht uitstappen om zijn koffiebeker te gooien. Nu durf ik deze dus niet in de deur te stoppen. Hij is heel schattig. Hij ging ook onze blikjes vasthouden, zodat we veilig in konden stappen. Het was wel grappig dat hij super relaxed was en dat ook. Oh, ik ga even mijn koffiebeker weggooien. En dat wij dachten van wat gebeurt. Iedereen laat het. Dus ja. We zijn al aardig even onderweg, maar we komen er wel. Duurt even, maar dan heb je ook wat. Ja. Yeah.
zaterdag. En dat betekent dat ik deze vlog ga afsluiten. Heel erg bedankt weer voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En hopelijk tot volgende week. Doei doei!